Goedemorgen allemaal, welkom op deze webinar van Wortel. Vandaag willen wij verder inzoomen op het begrip XLA. Maar allereerst zal ik me eens eventjes voorstellen. Ik ben Guido Ploem. Ik ben kleine 7 jaar werkzaam bij Wortel en ben op dit moment verantwoordelijk voor een aantal klanten van Wortel. En naast mij zit mijn liefvallige collega Robert. Ja, Robert van Son. Ik werk inmiddels 9,5 jaar bij Wortel. En ik ben consultant. Ik help klanten van Wortel om een stap naar de cloud te maken. Het hele proces wat daaromheen. Mooi. Ja, dat is ook eigenlijk aanleiding waarom ik je heb uitgenodigd om mee te doen aan deze webinar. Ik ben onlangs door een aantal klanten gevraagd om eens wat meer te vertellen over wat nou precies een XLA inhoudt. En dat was eigenlijk voor mij aanleiding om eens daar met collega's over in discussie te gaan. Van wat betekent dat nou eigenlijk? XLA is volgens mij best wel een containerbegrip in onze markt. En het leek me leuk om daar vanuit een webinar ook eens een dialoog aan te gaan met jou, Robert, om te kijken van wat komen we nou allemaal tegen in de praktijk. Dus daar willen we verder op inzoomen, ook aan de hand van een praktijkcase die we hebben uitgevoerd bij Has Hogeschool. Daar komen we straks verder op. Misschien nog even wat praktische zaken. We gaan vandaag de webinar doen en uiteraard is er mogelijkheid om via online tooling vragen te stellen. Stel die ook gerust, dan zullen wij die ook proberen direct integraal op te pakken en daar een antwoord op te geven. Je mag ze ook bewaren tot het eind. Dan is er ook nog ruimte om vragen te stellen. Dus kijk maar even wat handig is. Verder denk ik dat het goed is om nog even te vermelden dat we een klein half uurtje hebben. Misschien kunnen we even doorklikken naar de agenda. Ja, nog eentje verder alsjeblieft. Ja. Dus wat we gaan doen, eigenlijk willen jullie meenemen in het begrip XLA. Om te beginnen een stukje achtergrond, daar komen we zo even op. Waar komen we nou eigenlijk vandaan? Vervolgens gaan we wat dieper in op de specifieke case bij Has, waar Robert bij betrokken is geweest om eigenlijk tot een XLA te komen. En hoe ziet dat proces er nou uit, van onboarding tot daadwerkelijke implementatie van XLA. Maar misschien even een klein stapje terug. Als je kijkt naar de historie van IT, zien we een hele trend de laatste jaren dat er steeds meer uitbesteed wordt. En steeds meer standaard technologie vanuit de cloud wordt ingezet. Dat vraagt ook een andere rol van IT-afdelingen. We zien echt wel een transitie gaan naar regieorganisaties. Waarbij we ook eigenlijk anders moeten kijken naar eindgebruikers. En dat het steeds meer draait om hoe een eindgebruiker nou eigenlijk de IT beleeft. De werkelijk beleeft en de experience van de eindgebruiker dan puur de techniek. De techniek is minder spannend aan het worden. We zien dat Microsoft steeds meer als een kroket uit de muur technologie levert. En van oudsher werden daar natuurlijk allerlei SLA's afgesloten met hele harde spelregels rondom oplostijden en garanties en reactietijden. En we zien dat er eigenlijk bovenop steeds meer wordt gevraagd naar ook de echte belevenis van de gebruiker te gaan meten en daarop te gaan sturen. Uiteindelijk in die end is dat wat mij betreft ook waar het om gaat. Misschien kunnen we nog één slide verder klikken. Dan kunnen we mooi even de vergelijking maken ook waar we eigenlijk vandaan komen. Dus samenvattend zie je dat het Service Level Agreement natuurlijk heel erg stuurt op harde meetwaarden, wat op zich goed is. En ik denk ook dat een SLA niet zomaar weg te denken is. Dat moet gewoon in stand blijven. Maar daarbovenop zien we wel dat we steeds meer doen met de experience. Ik denk dat het leuk is om daar eens even op in te zoomen. Wat betekent dat nou? Misschien is het ook goed om nog even nu op voorhand een statement te maken dat wij denken niet dat een XLA alles gaat oplossen en ook zeker niet de SLA gaat vervangen. Maar we zien het meer als een extra on top of de SLA-oplossing om meer aandacht te geven aan de eindgebruiker. Ja, dat zien we zeker. Even daarop inhakend zien we dat de laatste jaren bij de implementatie van IT-technologie meer en meer terecht aandacht is gekomen voor adoptie. Bij de projecten die we doen zien we adoptie heel sterk terugkomen als onderwerp. En dat is inmiddels echt wel een standaard geworden. We zagen dat de laatste jaren wat minder nog bij de beheerwerkzaamheden. Beheerwerkzaamheden draaien nog heel erg op de harde prestaties van IT-leverancier naar de afnemer, de IT-afdeling bij onze klant. De SLA was ook een contract wat de afspraken daarin goed weerspiegelde. Hoe snel neem je de telefoon op, hoe vaak zijn de hoe goed zijn de systemen beschikbaar en dat soort zaken. Nog steeds hele relevante zaken. Alleen wat daarin miste was, hoe ervaart die gebruiker nou de IT-dienst die wordt afgenomen? En de XLA is daar eigenlijk een beetje het antwoord op. Dus op dat betreft is het ook wel een beetje adoptie meets beheer. Ja. Dat zijn twee onderwerpen die daarin samenkomen.
En de denkwijze die we al een paar jaar hanteren vanuit adoptie, wordt op deze manier ook toegepast op beheerwerkzaamheden. Wat je terecht net zei, die SLA gaat niet verdwijnen, want die prestatie wil je nog steeds, die verlang je nog steeds. Alleen wat we zien, als je met dat je naar de cloud gaat, in het geval van de Microsoft Cloud naar Office 365 of naar Azure, dan krijg je gewoon de SLA opgelegd. Ja. Daar valt niet over te onderhandelen. Je kunt niet zeggen, ik vind het belangrijk dat ik die call binnen 40 uur heb opgelost. Ja. Microsoft zegt in de online service terms, dit zijn de zaken die we hanteren, daar valt gewoon niet over te praten. Dat biedt ook ruimte om eens na te denken over, maar wat dan wel? Waar ga ik het dan wel over hebben met mijn leverancier? Wat verwacht ik dan wel? Ja. En dan ga je het over andere dingen hebben. Dan ga je dus veel meer redeneren vanuit het gebruik. We zien er staan, hè? We zien op de slide rechts staan de vijf een beetje standaard KPI's die genoemd worden met de XLA. Ja. Het zijn wat misschien wat vage kreten. We komen er zo even op om hoe we dat vertalen naar echt concrete zaken die we kunnen gaan meten. Wat we zien is dat vroeger een afrekencultuur was tussen de IT-leverancier en de afnemer. Dus het was een inkoopcontract waar bonus-malus-regelingen waren opgenomen. Als je niet voldeed, dan kreeg je geld terug. Nou, om een voorbeeld, bij een klant waar ik het afgelopen jaar bij betrokken was, in zijn onderhandelingen met Microsoft kwam dat ook naar voren. Wat als jullie niet voldoen aan de norm die jullie zelf hebben opgelegd? Microsoft, dan krijg je geld terug. Er is geen discussie over. Daar zijn ze heel transparant in. Je krijgt het geld ook gewoon terug. En je plant, ja, maar ik wil geen geld. Nee, ik heb niks aan dat geld. Die bonus-malus-regelingen in termen van financiële compensaties zijn minder interessant. En we zien het ook met de klanten waar we nu mee bezig zijn of in gesprek zijn over een XLA. Dat die bonus-malus-regelingen eigenlijk niet het eerste zijn waar we het over hebben. Ja. Zeker nog, we gaan eigenlijk van start zonder dat dat in place is. Dus het is echt een verschuiving naar, laten we samen kijken, hoe kunnen wij zorgen dat die eindgebruiker bediend wordt. Interessant. Zullen we ze wat verder inzoomen? Want we hebben natuurlijk eigenlijk een hele concrete vraag gekregen van Has. Misschien kunnen we daar wat verder op inzoomen en kijken, waar komt die vraag eigenlijk vandaan? Wat wilde Has eigenlijk bereiken? Ja. Ja. Dat is trouwens een hogeschool voor de luisteraars. Hogeschool in de Bos, in een Venlo-vestiging. Wat er bij de HAS speelde, is dat zij een nieuwe werkplek hebben laten ontwikkelen. Eigenlijk gewoon een traditioneel IT-project, wat wij als Vertel hebben uitgevoerd. En ze hebben daar een compleet nieuw werkplekconcept neergezet op basis van Microsoft-technologie. RDS, Windows 10, allemaal prachtige nieuwe spullen. Ja. En toen krabben ze zich achter de oren, wat moeten we nou eigenlijk met beheer gaan doen? Ja. Die werkplek draait zo meteen, die gaan we uitrollen. Maar hoe gaan wij het beheer richting die van die omgeving oppakken? Mm-hmm. En ze hebben daar een aparte uitvraag voor gedaan. Ze zijn eigenlijk in eerste instantie redelijk traditioneel. We hebben een IT-product en dat moet beheerd gaan worden. Dat beheer gaan we uitzetten in de markt. Zat er iets opvallends in die uitvraag? En dat is een quote die ik op deze slide heb gezet. Ja. Waarin ze zichzelf een beetje opnieuw zijn gaan uitvinden. Wat doen we eigenlijk? Waarom zijn wij hier in dit bedrijf? En dat is even een soort existentiële vraag geweest van waarom zijn wij op aarde? Maar ze zijn eruit gekomen op een boek, dat is van Wouter Hart, Verdraaide Organisaties. En daar komt het plaatje ook uit. En dat is, organisaties gaan terug naar de bedoeling. In dit geval de IT-afdeling gaat terug naar de bedoeling. Waarom zijn jullie er? En dat is niet om e-maildiensten in de lucht te houden, maar dat is om de afnemers van IT, dat zijn studenten, docenten, administratief personeel, te zorgen dat die hun werk beter kunnen gaan doen. Dus ze hebben gezegd, wij willen ons veel meer gaan focussen, veel meer tussen die gebruikers gaan staan, en samen met die gebruikers gaan kijken, hoe kunnen wij die dienstverlening verbeteren? En alsjeblieft leverancier, neem de rest allemaal gewoon uit handen. Dat was vraag 1. Wij willen ons daar niet meer mee bezighouden, die operationele taken die willen wij echt, daar willen wij volledig vanaf, zodat wij onze handen vrij krijgen om ons te gaan focussen op de bedoeling. En denken vanuit de bedoeling. En de vraag was, leveranciers, bij wie ze die hebben uitgezet, denk ook met ons mee hoe we dat kunnen doen. Hoe kunnen jullie ons daarbij helpen? Nou, daar is het concept XLA bij om de hoek gekomen. En wat wij hebben gezegd is,
Oké, dat betekent dat we niet meer alleen maar de calls van jullie aannemen. Dat gaan we nog steeds doen. Hebben we ook gewoon nog steeds afspraken over gemaakt. We hebben oplostijden, we hebben beschikbaarheid. We hebben overal gewoon afspraken over gemaakt. Backup restore, dat soort zaken. Gewoon wat traditioneel in de SLA staat, die staan nog steeds. Dat hebben we wel geminimaliseerd. We hebben gekeken wat is echt van belang en waar kunnen we überhaupt wat aan doen. Want als Microsoft de dienst levert as is, ja, wat gaan wij als hotel die die dienst beheert daar nog aan toevoegen. Dus je gaat hem schrappen, je gaat hem kleiner maken in je SLA, maar hij bestaat nog wel. En vervolgens gaan we kijken naar hoe kunnen we jullie verder helpen met die eindgebruikersbeleving. Hoe hebben we dat proces doorlopen? Waar zijn we dan begonnen eigenlijk? Want die SLA, die hadden we eigenlijk al liggen. Die SLA, die lag er, dat is eigenlijk van een standaard proces. Nogmaals, we hebben er heel kritisch naar gekeken van welke KPI's in die SLA zijn echt belangrijk voor deze klanten. Waar zijn zij echt mee geholpen? Waar hebben ze gedaan? Maar we zijn verder gaan kijken. En wat we eigenlijk hebben gedaan, is dat wat we tegenwoordig standaard bij die cloud transitieprojecten doen, hè, waar ik het net over had. Dus daar gaan we eerst een envisioning doen. Dat is vrij gebruikelijk om te kijken naar de gebruikers. Naar persona's. We gaan kijken hoe werken die gebruikers. Dat vatten we samen in scenario's. Iets wat we heel normaal vinden in die projecten. Maar bij beheer eigenlijk nooit deden. Hebben we eigenlijk vertaald naar een aanpak om te gaan naar beheer. En hoe ziet dat dan in de praktijk eruit eigenlijk? Want we hebben dan een aantal sessies gedaan met de klanten. Die zijn er dan bij betrokken vanuit de HAS. Kun je iets over vertellen? Ja, nou ja, de IT-afdeling was wel de initiatiefnemer. Ja. En wat we zagen bij de aanbesteding was nog steeds de IT-afdeling in de lead. Was nog steeds een redelijk traditioneel inkoopproces. Alleen vrij snel nadat we deze opdracht gegund kregen... zijn we binnen die organisatie gaan kijken, wie moeten we allemaal gaan benaderen? Wie zijn de gebruikers? Er was geen... omdat die werkplek al klaar was en het beheer vrij snel ingeregeld moest worden, was er geen tijd om een compleet envisioning te doen. Maar wat we gedaan hebben, is samen kijken wat zijn de cruciale stappen uit zo'n envisioning. Die hebben we toch nog even gedaan. Die hebben we gedaan met, in eerste instantie met vertegenwoordigers van de IT-afdeling, die de gebruikers kennen. Ook service desk mensen daarbij betrokken. En uiteindelijk ook aan gebruikers gaan vragen, wat vinden jullie eigenlijk? Wat willen jullie? En dat hebben we gedaan door allereerst persona's te definiëren. Dus ik zei dat doen we eigenlijk tegenwoordig standaard als we naar de cloud gaan. We hebben natuurlijk heel veel ervaring met onderwijspartijen, dus we konden dit vrij snel doen, omdat we weten ongeveer wat persona's erin. Persona is een soort doelgroep, hè? Even voor jouw beeld. Docenten is een persona in een onderwijsinstelling. Dat is een groep mensen die een bepaalde werkstijl vertegenwoordigt. Een bepaalde set aan applicaties gebruikt. Op een bepaalde manier met de systemen omgaat. Student is een overduidelijk andere. Die gebruiken dezelfde IT-omgeving, maar op een compleet andere manier. Dan heb je administratief personeel. Zo heb je een aantal persona's binnen een organisatie. Ik denk dat iedereen het wel herkent, dat je, als je er even over nadenkt, je altijd al een grove schifting kan maken van welke type gebruikers heb ik. Dat hebben we ook daar gedaan. We hebben de ervaring die we hebben bij onderwijsinstellingen daar gewoon bij betrokken. Die hebben we getoetst. Eerst intern in de projectgroep en daarna ook daarbuiten. En we hebben gezegd, we willen eigenlijk van deze gebruikers zo meteen weten, wat vinden ze eigenlijk van de IT-dienstverlening? Niet zozeer van beheer, want dat vinden we eigenlijk niet zo heel het gaat om de totale IT-dienstverlening. Wat vind je daarvan? De ervaring, de beleving. De ervaring, de beleving. Ja. Hoe beleef je die dagelijkse reis door de werkplek? Ja. Maar dan wordt het heel concreet. En dan moet je echt heel erg gaan nadenken over waar draait de gebruiker om? Ja. Wat doet hij eigenlijk de hele dag? En wat vindt hij daarvan? Welke tools gebruikt hij? Welke tools mist hij? Dat zijn allemaal vragen. Ik heb zo meteen, zal ik even laten zien wat voorbeeldvragen die we daar gesteld hebben. Of die we daar stellen aan de gebruikers. Die set vragen, die hebben we weer gekoppeld aan die vijf KPI's die we net hadden. Precies, availability, first class experience, et cetera. Ja. Zodat we die vragen weer kunnen groeperen naar de KPI's waar we mee begonnen zijn, die vijf. En we daar gewoon target aan kunnen gaan hangen. Als ik het goed begrijp, is het eigenlijk een soort nulmeting die je doet. Ja. En van daaruit ga je verder in het definiëren van de KPI's. Ja.
Ja, dus die nulmeting, op het moment dat je met zoiets begint, je hebt het nog nooit eerder gedaan. Het klinkt misschien raar, maar ga je zelf maar eens afvragen. Hoeveel mensen, hoe vaak vraag je aan je gebruikers, wat vind je van de werkplek? Welke tools mis je? En wat vind je van de prestaties, et cetera? Als je dat nooit eerder gedaan hebt, dan kunnen er hele verrassende zaken uitkomen. En we hebben niet alleen gevraagd, wat vind je ervan? Mm-hmm. Maar ook, wat vind je eigenlijk heel belangrijk? Nee, je kan wel zeggen, ik vind de helpdesk niet zo heel goed, die helpt mij niet zo goed, maar eigenlijk vind ik het niet zo belangrijk dat ik wel ze niet vraag. Dat zijn de studenten bijvoorbeeld bij een onderwijsinstelling. Ja, dan kunnen we ons wel heel erg gaan richten op het verbeteren van het oplossend vermogen in het eerste klantcontact, zoals we dat vroeger altijd deden. Die helpdesk slimmer maken, skilled helpdesk inrichten, maar dan haal je die beleving niet mee omhoog. Dus het is ook wel belangrijk om daar even goed onderscheid in te maken, zodat je zo meteen heel gericht je effort kan stoppen op dat wat de beleving van de gebruikers daadwerkelijk gaat verhogen. We hebben dus persona's gedefinieerd, we hebben vragen gedefinieerd die voor deze onderwijsinstelling aansloten bij die werkplekken. We gaan natuurlijk alleen vragen stellen over de dienstverlening die daadwerkelijk wordt geleverd. Die hebben we gekoppeld aan die KPI's. Daar hebben we een nulmeting voor uitgezet. En wat krijg ik dan eigenlijk? Krijg ik dan een enorm dik rapport? Of hoe doen wij dat bij Wortel? Hoe doen wij dat? Ja, wij houden van enorme dikke rapporten. Daar zijn we maanden mee bezig. Excel sheets met alles oplichten? Nee, het is eigenlijk, zoals alles doen wij hier, het is zo praktisch mogelijk. De vragenlijst is gewoon een Microsoft Forms vragenlijst. Daar komt wel een Excel sheet uit, maar die kun je vrij makkelijk gebruiken om iets cijfertjes uit te halen. Ik zal even laten zien hoe we dat presenteren zo meteen. En eigenlijk, het is niet zo goed te lezen, zie ik op de onderste regels. Ik hoop dat het in de opname wat beter te lezen is. Anders zal ik het even voorlezen. Op de onderste balk, op het moment dat je de resultaten krijgt, gaan we alles wat daaruit komt, dat doen we na de nulmeting, maar dat doen we ook in de vervolgzaken daarna, gaan we acties definiëren. Van, dat is een score die valt tegen. Daar moeten we wat aan gaan doen. Wat kunnen we eraan doen? En die zetten we op een backlog. En die backlog prioriteren we samen. De klant, dat is altijd de eigenaar van de dienst. En wij zijn de leverancier. We kijken samen naar die backlog. Wat is logisch? Wat gaan we oppakken? En daar staan punten bij die wij als Wortel oppakken. En daar staan punten bij die de klant zelf oppakt. Of misschien een andere leverancier. Kun je een voorbeeld noemen van het punt dat wij... Waarbij wij helpen. Wat bijvoorbeeld een punt is, als je er naar vraagt, hoe ervaar jij de performance van het systeem? Dat is een beetje een hygiëne ding, daar komt eigenlijk nooit uit. Ik vind de performance goed, dus dat is altijd heel goed om daar naar te kijken, van, wat kunnen we daadwerkelijk aan doen. Ja. Maar als er een probleem is met performance, is dat altijd, vrijwel altijd, een onderwerp waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Denk aan een onderwijsinstelling, daar zijn ze... Daar zijn dus interne netwerk bij betrokken, daar is je internetleverancier bij betrokken, daar zijn leveranciers van netwerkapparatuur bij betrokken, daar is Microsoft bij betrokken als het gaat om Office 365, daar zijn wij bij betrokken als de partij die Office 365 voor zich beheert en inricht. Dus daar moet één iemand de lead gaan nemen. Als je dat niet van tevoren goed hebt afgesproken, dan gaat iedereen elkaar aankijken. En wij pakken die rol op, ook bij de HAS hebben we dat gedaan. We hebben gezegd, wij pakken die ketenverantwoordelijkheid op, ondanks het feit dat wij niet alles... doen zelf. Het is wel belangrijk om één partij daarvoor verantwoordelijk te maken. Sommige klanten kiezen ervoor om dat zelf te doen, andere klanten besteden dat liever uit. Dat zagen we vroeger ook wel bij traditionele beheren. Interessant, leuk verhaal. Wat ik me afvraag is dat je doet natuurlijk een nulmeting, dus je gaat iedereen uitvragen, docenten en studenten. Maar daarna wil je nog op andere momenten ook gaan meten. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat niet te vaak wil doen. Dat moet een beetje gedoseerd gaan. Zou ik dat vervelend vinden als ik steeds maar weer bevraagd word? Hoe is dat bij de HAS geregeld? Ja, wat we gedaan hebben is... We hebben dat eigenlijk op twee manieren opgelost. Uit ervaring weten we dat een vragenlijst naar alle gebruikers uitsturen een hele lage respons oplevert. Ja. En ook een onbetrouwbare respons, omdat je niet zeker weet dat je al die persona's voldoende betrokken hebt in de antwoord. Ja. Dus wat we gedaan hebben, is eigenlijk vertegenwoordigers per persona's gemobiliseerd. Van alle persona's die we hebben, hebben we minimaal 10 vertegenwoordigers gemobiliseerd uit de organisatie. En aan hen sturen we die lijst toe. Dat is ook gewoon, zij weten dat zij in die groep zitten, zij weten dat ze die lijst gaan krijgen, zij weten ook dat ze dat moeite gaat kosten. Maar door het op naam te doen,
bevorder je in ieder geval de respons. Dat is stap 1 die we gedaan hebben. Stap 2 is, we hebben gezegd, nou, we gaan niet vaker dan 2 keer per jaar die lijsten uitzetten. Ja. En ik kan me voorstellen, en we zijn hier nog mee bezig, we zitten in dit proces bij de HAS. Mm-hmm. Maar dat we na verloop van tijd ook zeggen, ja, misschien moeten we dit 1 keer per jaar doen. Dat weten we niet. Dat gaan we ontdekken. Ja. Dat gaan we daar ontdekken. Dat is ook niet. Het is een kleine moeite. Hè? We kunnen hem zo vaak doen als we willen. Die lijst is zo uitgezet. Ja. Alleen wat je zegt, je wil niet de gebruikers overvragen. Mooi. Je had nog een leuk voorbeeld volgens mij van een uitvraag. Ja, dit is even een kleine set aan vragen. Een set van de vragenlijst. De vragenlijst is niet extreem groot, maar er valt nog wel iets meer vragen dan wat je hier ziet. Maar. He, er zijn een aantal voorbeelden, vragen die hier voorbij zien komen. De snelheid, dit gaat over de service desk. Wat vind je van de service desk? Overigens zijn alle vragen gecombineerd. Wat vind je ervan en hoe belangrijk vind je het? Wat ik zei, willen meten van, mensen zijn ontevreden, maar als je het niet belangrijk vindt, ja, dan moet je niet veel aan te doen. En dingen die waar ze ontevreden over zijn en heel belangrijk vinden, ja, dat zal een hoge prioriteit nog kunnen krijgen. Maar op deze manier meten we de ervaring die deze gebruikers hebben met, als ze contact opnemen met hun eigen service desk. Dat is toch het gezicht van je IT-afdeling. Ja. En die zijn heel bepalend voor de ervaring die een gebruiker heeft. De gebruiker vindt het heel niet erg als er een keer een verstoring is. Hij vindt het veel belangrijker dat die adequaat wordt opgepakt en opgevolgd en opgelost. Dus die service desk heeft altijd best veel aandacht in de Excel, in het Excel-denken. Ja. Wat we overigens nog steeds doen, is als een gebruiker een incident bij ons inschiet, bij de HAS, dan krijgt hij na het oplossen van het incident van ons nog steeds een NPS-scorevraag. Ja, met promotor, ja. Dat is gewoon één vraag, hoe goed vond je de afhandeling van deze call? Dat is wat we altijd al deden, dat blijven we ook doen, maar daarvan hebben we ook vastgesteld, dat is te smal. Daarmee bereik je alleen maar de mensen die een incident inschieten en niet de mensen die blijkbaar heel tevreden zijn en nooit iets te melden hebben. Dus vandaar dat we dat nog wel als een apart proces zien, los van deze. Ja, je wordt natuurlijk onder woorden geslagen met overal net promoter scores. Dus ik kan me ook voorstellen dat het op een duur een beetje too much wordt, dat je overal maar... Ja, respons daarop is ook niet geen 100%. Ja. Nee, klopt. Hey, en als we een klein stukje uitzoomen. Wat ik merk, is dat klanten praten heel veel over het begrip XLA. Voelt ook een beetje als een soort van hype. Hoe zie jij dat? Ja. Dat is het ook wel een heel klein beetje. Ja. Maar ik vind het ook weer een logisch gevolg, een logische evolutiestap, zeg maar, in de IT-dienstverlening. Ja. Je had het net een beetje over de geschiedenis, dat er een trend is gekomen, zo eind jaren 90, begin 2000, uitbesteden van de IT-dienstverlening. Waarbij de afnemer toch een zekere mate van controle wilde hebben over de kwaliteit van de uitbesteden diensten. SLA was daar een prima middel voor. Wat we de laatste jaren zien is dat we in onze projecten veel meer focussen op de gebruiker. Ja. Wat ik net al had, adoptiestuk. En eigenlijk zijn die twee dingen nu bij elkaar gekomen. Dus eigenlijk is die XLA een meer een logische vervolgstap op een trend die al jaren bezig is, dan dat het echt iets compleet nieuws, revolutionairs is. Maar het voegt wel heel veel toe in de dienstverlening die wordt geleverd. Maar het is dus zeker geen vervanger van de SLA. Nee, die blijft echt bestaan. Nogmaals, kijk er kritisch naar. Maak de bestaande SLA liefst kleiner. Maar je zal hem nog steeds nodig hebben. En nu heb jij zo'n traject doorlopen met de HAS. Wat zijn dan voor jou belangrijke lessons learned of valkuilen? Wat komen we dan tegen in zo'n hele onboarding, zo'n proces? Ja, wat in dit geval vrij duidelijk werd. Als wij een klant de reis naar de cloud laten maken, wat we bij Hotel het cloud transitie plan noemen, dan wordt daar heel veel aandacht besteed aan envisioning, dus de personas definiëren, de scenario's opstellen. Bij beheer is daar eigenlijk minder aandacht voor, nog. Was ook in dit geval zo. We zijn dit traject ingegaan en met een hele beperkte tijd om juist dat stuk te gaan onderzoeken. Okay. Daar hadden we meer tijd voor nodig. Dat hebben we ook gedaan. De kwaliteit is gewoon belangrijk. Dus we hebben die tijd ook daar wel in geïnvesteerd. Maar belangrijk vooraf moeten we nu, op het moment dat wij een klant onboorden op onze managed service dienstverlening,
dan is dit echt een stap waar we tijd voor moeten reserveren. Mm-hmm. Omdat het gewoon heel belangrijk is. Helder. En vanuit inkoopperspectief kan ik me voorstellen dat er ook nog iets meespeelt met SLA's. XLA's zit daar toch vaak een soort afrekenmodel achter met bonus-malus constructies. Hoe kijkt Has daar tegenaan? Ja, wat Has heeft gezegd, we hebben het aangeboden. Ja. Ook dat zit een beetje in onze managed service DNA. Ja. Maar ze hebben er heel bewust voor gekozen, nu niet. Dus wel op het SLA-stuk, niet op het XLA-stuk. We gaan het wel vanaf dag 1. Is het ingezet als een meetbaar instrument. Dus we hebben die KPI's, die meten we. Daar komen gewoon cijfers uit. En die cijfers gaan we targets opzetten. Met de nulmeting komen cijfers. Daar gaan we targets van, hey, dit zijn een cijfer wat echt aandacht verdient. Ja. Daar gaan we acties op uitvoeren. Dan gaan we nog een keer meten. Gaan we kijken of het verhoogd is. Er is nu voor gekozen om daar geen bonus-malus op te zetten. En we weten ook helemaal niet of we dat überhaupt gaan doen. Ik kan me voorstellen. Als het simpel is, prima. Ja. Maar wat ik net zei, hè, die andere klant die zei, ik wil van Microsoft geen geld terug als Exchange Online eruit ligt. Ik wil gewoon dat Microsoft zijn stinkende best doet om Exchange Online weer in de lucht te schoppen. Ja. Dat wil ik terugzien in de dienstverlening, in de contracten, et cetera. Dat is belangrijker dan dat je een beetje geld terugkrijgt van je contract. Een trend dat is minder vrijblijvend als dat het nu lijkt. Want er is zometeen nog maar één, op het moment dat je niet meer presteert als dienstverlener, is het niet meer zo dat je een beetje geld crediteert en je bent er. Maar dat klopt gewoon. Ja, ik denk dat ook de kunst is om wel de KPI's dusdanig smart te formuleren, want het neigt natuurlijk naar heel zachte KPI's, maar die kun je wel degelijk hard maken door daar targets aan te koppelen. Ja. Ja, dus we vertalen alles echt naar cijfers en we rapporteren ook op cijfers. Ja. En het zijn er maar een paar, dat zijn er 5. Ja. Dus dat blijft overzichtelijk, maar het zijn wel cijfers en dus het is wel heel meetbaar. Maar het is voor iedereen, we weten het niet. Er is gewoon te weinig ervaring mee om daar nu iets heel hards over te zeggen. Terwijl iedereen het tot letterlijk 2 cijfers achter de kop naar de beschikbaarheid van een e-mailserver. Voor mij als gebruiker boeit me dat eigenlijk helemaal niet. Nee. Je wil gewoon kunnen mailen. Je wilt kunnen mailen of je wil je boodschap over kunnen brengen. Ja. Dat is ook natuurlijk iets waar bij een SLA of bij een XLA heel erg naar gekeken wordt. Is een gebruiker wil een effect bereiken. Mm-hmm. En dat kan hij door middel van mail doen. Maar als mail plat ligt, kan ik ook zeggen, ja, kan ik de helpdesk bellen. De helpdesk zegt, ja, je kan ook met Teams een document delen met jouw team. Nou, dat hoef je niet te mailen. Dan is die gebruiker geholpen terwijl e-mail nog steeds plat ligt. Dus als ik dit zo beluister, heeft eigenlijk die XLA heeft ook heel veel te maken met adoptie. En het op de juiste manier inzetten van technologie, zodat die belevenis toeneemt bij eindgebruikers. Ja. Het gaat eigenlijk al hand in hand. Ja, dit is wat wij de laatste jaren met continuous adoptie al met klanten deden. Zorg dat je na je oplevering voortdurend bezig bent met adoptie, het verbeteren, het meten daarvan. Hoe wordt mijn systeem gebruikt? Is dit gewoon de vertaling van precies dat verhaal naar de heer? Ja. Situatie. Dus het is betreft even mooi dat die zaken bij elkaar zijn. Mooi. Ja. Heel goed. Heb je verder nog dingen die je wil meegeven? Nou ja, wat ik mee wil geven is, begin er gewoon mee. Er is niets wat je tegenhoudt om niet morgen al te beginnen met het vaststellen van je KPI's, het opstellen van zo'n vragenlijst en het uitzetten van die vragenlijst. Het kost echt niet veel moeite. Zit je al op Office 365, dan is Microsoft Forms gewoon daarvoor beschikbaar. Ja. Je kunt bij wijze van spreken volgende week die eerste vragenlijst de deur uit doen. En doe het gewoon. Ja. En leer dan. En ga daar vandaar uit verder kijken. Ga niet hier hele lange vergadering over. Leuk. Dit kan heel snel. Nou, dank. Interessant verhaal. Ik kijk even. Er zijn tot op heden geen vragen gesteld. Misschien zijn er nog mensen die vragen willen stellen. Dan kan dat nu nog. Kan natuurlijk ook nog achteraf offline. In ieder geval wil ik je voor nu enorm bedanken voor deze... Ja. Interessante sessie en op naar een mooi XLA-jaar. Een jaar vol XLA's, prachtig. Dank jullie wel. Dank je wel.